Nou ja, bij Matteo denk ik, hij heeft alles mee. Ja, ik ben bang dat ik niet eens ga luisteren naar hem. Waarom niet? Omdat ik blijf kijken. Oh, ik vind het groot. De enige probleem van Matteo van der Grijn is dat hij zo lelijk is. Hey Frans, waar kom je nu weer vandaan? Nou, van vliegveld Valkenburg. Matteo van der Grijn, titelrolspeler van Soldaat van Oranje, spreekt. Ik ben 3 jaar geleden afgestudeerd van de toneelschool, dus ik ben nog niet heel erg groots bezig geweest. Maar wel gewoon in het theatercircuit heb ik bij de theatercompagnie met de Boermans gewerkt. Bij het Nationaal Toneel heb ik gewerkt en ik heb zelf een theatergezelschapje opgericht met mijn afstudeerklas. En daar maken we 1 keer per jaar een voorstelling mee. En, Zomergasten. Ik kom uit het toneel, ik heb opera en film gedaan en toen ik benaderd werd om Soldaat van Oranje te doen, heb ik natuurlijk even gedacht, zit daar een musical in en hoe gaat dat dan? Ik bedoel, het is een zwaar onderwerp, het is serieus materiaal, er gebeuren vreselijke dingen en ik denk, en ik had in het begin zoiets van Altje, zal ik maar zeggen, dansende soldaat en dan zit je heel gauw in de Mel Brooks en in de parodie achter en de lichte kant van het musical genre. En ik denk dat we hier meer op de dramatische kant van het musical genre gaan zitten. En daar passen dansende soldaten denk ik niet zo in. Ben je dit avontuur aangegaan vanwege Soldaat van Oranje of omdat je musical wil? Nee, vanwege Soldaat van Oranje. Vanwege en het hele gebeuren daaromheen. Dus vanwege het hele team wat erop zit. De cast, de regisseur, Teun Boermans. Ook een grote factor geweest voor mij om te denken, daar wil ik het heel graag mee gaan doen. En het verhaal is te gek en het is een hele mooie rol om te gaan spelen. Waarom wil je het niet hebben over Supermodel? Nou, niet hebben is natuurlijk niet waar, want ik heb het wel gedaan. Maar ik vond dat, dat was nou echt een project waar ik toen in ben gestapt en wat echt tegenviel. En dan had ik iets meer mijn hart moeten volgen. Want ik tegenviel vanwege de interesse van het publiek? Of nee, want inhoudelijk tegen? Inhoudelijk viel me tegen en de werkwijze viel tegen. Die was anders voorgesteld dan dat het uiteindelijk werd. En dat was zo'n groot verschil dat ik echt merkte bij mezelf van ja, dat heb ik gewoon verkeerd bewust gemaakt. Maar ja, goed, daar leer je ook van. Hè. Je wordt daar ook, het is ook gewoon een leerproces. En als je nooit eens wat risico neemt, ja, dan blijft het werk ook zo veilig. Dat wil ik niet. Waarom dacht je dat je geschikt was voor de rol van Erik? Ja, dat is een goeie. Dat weet je eigenlijk helemaal niet. Want je verwacht ook wel dat op zo'n auditie dat daar zoveel mensen en... Nou ja, hele musicalwereld komt al. De hele musicalwereld en heel veel van de theaterwereld is langs geweest. Dit project, Soldaat van Oranje, is ook weer een decor dat opgetakeld is in iets wat nooit een theater is geweest. Dat riekt ook een beetje naar Supermodel. Waarom heb je de moed om weer zo'n risico te nemen? Nou, ik geloof altijd heel erg erin dat je je nooit moet laten bang maken. Dus toen, het is grappig dat je zegt, ik had natuurlijk letterlijk hetzelfde, dat ik dacht, ja, nieuwe producent. Met wie gaan ze het doen? Hoe groot is dat? Nou, toen hoorde ik op een gegeven moment dat Teun Boermans ging regisseren. Dat was voor mij al een heel groot iets. Want ik vind hem, ik heb stage gelopen bij Hamlet, bij hem. En ik vind hem een hele bijzondere regisseur. Dus ik wist toen al van, dat vind ik belangrijk. De rol is heel interessant. En ik kwam er steeds meer achter hoe groot het werd opgezet en wie er allemaal achter zaten. Toen hoorde ik op een gegeven moment Robin de Vita en Fred Boot. Toen dacht ik, ja, dit is toch wel even een ander kaliber. Ik heb er ook gesprekken over gehad, omdat ik me er wel degelijk zorgen over maakte. En toen dacht ik opeens, ja, ik vind het zo'n bijzonder project. Ik wil hier onderdeel van zijn. Dus of ik neem gewoon nu het risico nog een keer. Nou, en dan is de consequentie ook voor mij. Maar als ik het niet doe, dan ga ik er spijt van krijgen. Ja, en ik loop liever dan 2 keer tegen die stenen aan, dan dat je het nooit probeert. En toch dacht je... Toch dacht ik, er zit heus wel een kans. Maar dat kwam ook omdat ik heel laat nog werd gebeld van, we hebben hem nog niet gevonden. Dus kan je langskomen? En toen dacht ik van, ja, oké, ik wil wel langskomen. Eigenlijk kon ik niet, omdat ik met Zomergasten een project zou gaan doen. Toen ben ik dus gegaan. Toen bleek dat, wist ik helemaal niet, dat het de laatste dag was. En dat er nog 2 anderen over waren en ik. En eind van de dag wist ik dat ik de rol had. Het was heel, heel raar was dat. Tijn Dokter. Ja. Wat leuk om jou te zien, want ik ken jou alleen maar van een prachtige film. Ik omhels je met 1000 armen. En natuurlijk die televisieserie De Band. Hoe ben jij verzeild geraakt in musical? Katrien ten Brugge-Katen, die koningin Wilhelmina speelt hier. Die was komen kijken naar een voorstelling waar ik speelde. En die vertelde hierover. En dat was al best lang geleden. Meer dan een half jaar.
En toen vertelde ze hierover. En ze zei, ze zoeken nog jongens, maar jij moet dat doen. Dus het leek me wel heel spannend. Toen ik me er even in gaan verdiepen wat er allemaal precies aan de hand was. Ik had er nog niet van gehoord. Je zegt, ik neem mezelf mee naar die rol. Wat zit er in die rugzak? Idealisme. Ik ben wel een idealist. Wat Erik ook moet hebben gehad, als je gewoon denkt, als je dingen om je heen ziet die onrechtvaardig zijn en dat je op een gegeven moment dat niet meer trekt en denkt, ik moet hier iets aan doen. Dan heb je je eerste verkenning gehad. Wat vind je van dit genre? We hebben de Musical Awards Gala meegemaakt, wat door de AVRO werd uitgezonden. Dat was heel raar voor jou. Behoorlijk spectaculair, hysterisch, opgewonden en schreeuwerig. Maar wel fantastisch. Het is echt het is een totaal andere wereld dan waar ik vandaan kom. Tot nu toe heb ik alleen in theater gestaan. En daar zitten we met z'n allen in de script verdiept. En er is ook veel minder pers, want het is ook eerst het commerciële wat ik doe qua in het theater. Dus dat is wel allemaal wel nieuw. Idealisme zit in die zak. Durf ook wel. Avontuur of zo, dat trekt me heel erg. Ik kan heel erg enthousiast worden als ik zijn boek lees. Dat ik denk, ja, dat moet toch wel binnen dat het verschrikkelijk is dat die hele oorlog is. Maar het moet ook wat hebben om gewoon met een aantal maten te denken van we gaan daar iets aan doen. En op gevaar die zee over en droppings en dingen. Erik Hazelhoff zegt zelf in een interview dat ze eigenlijk niet echt angst kenden, maar dat het meer die jongetjes waren. Ze waren hartstikke jong, 23 waren ze. En jongensbravoure. Ja, maar die dus meer ook op een gegeven moment echt daar lol in kregen om die droppings te gaan doen op Scheveningen. Dat is eigenlijk heel bizar. Je zou denken dat ze denken van, als dat maar goed gaat, als ik mijn leven terugkom. Maar ze hadden er op een gegeven moment echt lol in om dat te gaan doen. Hoe keek jij op dat moment naar musicals? In Nederland, heel simpel, niet. Ik heb nog geen Nederlandse musicals gezien. Een blinde vlek of dacht je, dat vind ik niks? Nee, zeker niet, dat vind ik niks. Maar ik beweeg tot nu toe helemaal niet in het circuit. Dus ik ken ook eigenlijk weinig mensen van het musical circuit. En dankzij dit is dat een verbreding van mijn interesse. Het is meer dat je in het circuit zit van theater meer en dat je daar makkelijker heen gaat. En ook met je collega's om je heen en toch sneller daarheen ging dan naar musical. Ja. En niet door echt een vooroordeel of zo, helemaal niet. Maar op een of andere manier is dat niet van. Nee. Ja. Ik heb zelf nooit. Ik heb niet een dédain tegenover musical, helemaal niet. Nee, een tegendeel. Ik bedoel, de genre heeft zijn eigen wetmatigheden en er zijn fantastische musicals. Er zijn ook fantastische musicalfilms gemaakt in Hollywood. Het ligt helemaal aan, wat doe je ermee? Ik bedoel, je mag toch niet de gemakzuchtig mee omspringen en het vereist hoge skills en in dit geval ook hoge acteerkwaliteiten. Musical is altijd een beetje onderdeel geweest van musical mensen. En je merkt dat die verschuiving er wel is. H.O. Bruins is ook overgestapt naar musical. Nou, niet voor altijd, want hij toert ook met toneelstukken, maar het mag. Weet je, in Nederland zijn we altijd zo heel streng van, nee, jij bent musical. Terwijl, Nederland is klein en het is een heel raar beroep waarin je eigenlijk zo breed mogelijk moet oriënteren, zodat je lekker kan werken altijd. Ja, en dan doe je wel eens wat anders. Luister, jullie doen net alsof dat geen interessant werk is. En dat vertrouw ik niet, want je komt uit de musicalwereld. Dus jullie spelen altijd een beetje dat wij van het grote toneel op jullie neerkijken. En dat is niet waar. Misschien voelen wij ons heel klein ten opzichte van grote toneelnamen. Ja, maar daar moet je dan maar zelf over nadenken. Ik heb me nooit groter gevoeld dan jullie. Wat een beetje helpt is natuurlijk dat je de rol van koningin Wilhelmina nu hebt. Ja, kijk, dat formaat dat neem je dan mee. Daar hoef je niet meer aan te werken. Veel eten natuurlijk. En daar betalen ze je voor. Ik ga gewoon 5 weken eten en dan is het klaar. Intrigerende keus, Matteo van der Grijn. Ja. Ik kan het niet loslaten, Rutger Hauer, het wat gladdere image. Ja. En nu hebben we een broedende, woest aantrekkelijke man ineens in die rol. Gaat
het karakter Erik ook veranderen? Ja, ik denk dat we... Kijk, het boek concentreert zich meer op het studenticoze, het rebellenachtige van die jongens. Ik denk dat we nu een Erik hebben die vandaag van deze tijd is. Dat is wel iets wat ze met de hele musical eigenlijk willen. Hoe het ook brutaal aangepakt wordt met decor en omdraaien dat het publiek in het midden zit. En het wordt wel echt een bende stoere jongens ook die met elkaar daar. En dat moet ook, de jeugd tegenwoordig moet zich daar ook mee kunnen identificeren en denken, oh, dat wil ik ook. En nu mag jij plotseling uitbarsten in gezang. Wie speel jij? Ik speel Fred. En Fred is een van de Engelandvaders samen met Chris en Erik. En Fred is degene die, als ze in Engeland zijn aangekomen, terug naar Nederland gaat. Omdat hij het contact met Nederland en tussen Engeland en Nederland gaat helpen opzetten. Ik speel Anton. Ik was een van de betere vrienden van Erik, van Matteo. En je bent een echt karakter uit het boek, ja. Uit de memoirs. Ja, alleen als je het boek leest, heeft hij op een gegeven moment gezegd, dat schrijft hij ook, van dat was mijn vriend. Die is toen naar de andere kant gegaan en daar wil ik het graag bij laten en daar niet te veel woorden aan vuil maken. Wat me misschien het meest inspireert en het allersimpelste is, of lijkt, simpel lijkt, dat is het standbeeld van Charlotte van Palland. Dat is een dennenboom, een kerstboom zonder gezicht. En dat is ze ten voeten uit. En soms als ik denk, ja, maar nou weet ik zoveel en het zijn toch maar 4 scènes en hoe moet ik daar een rol van maken? Dan denk ik, je moet je gewoon vasthouden aan die kerstboom van brons, die bronzen kerstboom. Dan komt het vanzelf. In een musical is het natuurlijk interessant om zeg maar de bad guy te hebben, of de slechte kant. En ik vind dat heel interessant. Ik ben natuurlijk Joods en ik speel iemand die bij de NSB gaat en uiteindelijk SS'er wordt. Dat vond ik wel heftig in het begin. Merkte ik gewoon aan mezelf. Maar aan de andere kant vond ik het ook weer dat ik dacht, ja, maar dit is nou interessant materiaal. Want hier, ik denk dat ik hier een betere acteur van kan worden, omdat je dingen moet gaan onderzoeken. En de rol blijkt ook, want nu we hebben het script natuurlijk, het echte script kregen we pas na week 1. Ja, het is zo'n onwijs interessante rol geworden. En ik moet zeggen, ik ben er heel dankbaar voor. En ik vind het ook wel eng hoor, soms. Dat zijn best heftige dingen. Waar ik het meest naar uitzie, dat is het lied wat ik mag zingen in mijn eentje. Ik zing ook graag met anderen. Maar ik heb op een goed moment, als besloten wordt, of als ik door die loting besloten is dat ik terug ga naar Nederland, dan ga ik daar het een en ander over zingen en dat zit me dwars. En dat, volgens mij is dat, kan dat heel mooi worden. Geïnspireerd natuurlijk door wat we gelezen hebben, heeft Edwin het ook altijd heel belangrijk gevonden, Edwin de Vries, om haar uit die gouden kooi waar ze haar hele leven tegen vocht, daar uit te laten breken. Dus we zien kanten van haar die zij niet naar buiten wenste te brengen, denk ik, hoop ik. En ik denk dat musical daar een heel goed medium voor is. Erik heeft 7 vrienden. Gaan we ze onderscheiden van elkaar? Zoveel mensen op zo'n groot toneel. Ja, daar ben ik heilig van overtuigd. Dat is ongeveer hetgene wat het meest in het oog gaat springen, denk ik. En daar is Teun nu al tijdens de repetities heel goed mee bezig. Al die 7 vrienden, dat zijn andere karakters. En ze staan allemaal voor een bepaald kleurtje in de samenleving. Hij kan scènes zo neerzetten met kleine details dat iedereen op het toneel wat te doen heeft en toch focus goed zit. De een is vlucht in de boeken, de ander die schiet de verkeerde kant op. Die maakt de verkeerde. Dus ze gaan allemaal, waaieren ze uit en ze verliezen elkaar ook ten dele uit het oog. En aan het eind krijg je dus, en dat is zo mooi, die opsomming van waar iedereen gebleven is. En, van wie er nog over zijn ook, want er gaan we besneuvelen er ook nogal wat. Heb jij je laten inspireren door bestaande musicals om jouw eerste musical te maken? Of zet jij het musical genre naar jouw hand met dit stuk? Ik geloof dat dat laatste het geval is. Ja. Ik ben ook niet zo bekend in musicalland als vele musical mensen dat zijn. Ik ben gevraagd door deze ervaren musical producenten om datgene wat ze in mijn werk gezien hebben, om dat toe te passen op het musical genre. Ik ben een fervente musicalganger. Moet ik wennen aan jouw visie op musical? Nou, nee, ik denk niet dat mensen bang hoeven te zijn dat hier zoiets rabiaats anti-musicals gebeurt. Of dat heel kunstzinnig. Of heel kunstzinnig, integendeel. Ik denk het niet. Ik hoop dat ze verrast zijn dat kan met het genre. Het is een verhaal wat
verteld moet blijven worden, vind ik, ook aan de nieuwe generatie, om toch te laten zien hoe mensen hecht met elkaar kunnen zijn in moeilijke tijden, in verschrikkelijke tijden zoals een oorlog. Ik hoop dat ik, omdat het een dramatisch verhaal is, diepte kan aanbrengen, dat het ontroert, dat het spannend is, dat het humoristisch is, dat het komisch is, et cetera. Dat alle aspecten die in het leven ook voortkomen. Het gaat over vriendschap, het gaat over liefde, het gaat over keuzes, over hoop. Ik zeg blijf thuis, want het wordt toch dringen. Wat er hier gaat gebeuren is het grootste theaterspektakel ooit in Nederland. Je wil later niet dat je dit niet gezien hebt. Dat denk ik echt. Dat denk ik echt. Ja, kan je er wat mee?